Ernst Hiers Berlin, hij is rechtsgeleerde en natuurlijk politicus. Wij kennen hem vooral door zijn twee perioden als minister van Justitie. Hij is ook hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en sinds 1 juli 2014 lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij gaat ons vandaag meenemen naar het mooie eiland Lampedusa. Geef hem een warm welkom, professor Ernst Hiers Berlin. Dat is wel even wennen om hier te staan. Ik heb hier vaker gestaan als lid van de Eerste Kamer, dan sprak ik van hier af. Ik heb dus ook soms aan de interruptiemicrofoon gestaan. Ik heb gesproken vanaf die tafel waar ik nu net ook achter mocht plaatsnemen. Maar dit is anders, want de bedoeling is dat ik hier spreek zonder een vooraf door mijn fractie goedgekeurde tekst waarin staat wat ik over het onderwerp van bespreking zal zeggen. Ik kreeg wat vragen. Toen was aangekondigd dat ik hier zou spreken over de constitutie van Lampedusa. Eigenlijk precies of ik een uitgeschreven tekst had waarin alvast kon worden gelezen wat ik zou gaan zeggen. Of een tekst die gemakkelijk in een krant zou kunnen worden gepubliceerd. Hoe komt dat? Ik denk dat dat komt doordat veel mensen zich realiseren dat dat een onderwerp is dat eigenlijk op het scherp van de snede is gekozen. De constitutie van Lampedusa. We weten allemaal dat Lampedusa een eiland is in de Middellandse Zee, dat sinds vele jaren inmiddels de plaats is geworden waar mensen komend van Afrika proberen het gebied van de Europese Unie binnen te gaan. Hoe komt dat? Lampedusa is een klein eiland, er wonen tegen de 6000 mensen. Het ligt dichter bij Tunesië dan bij Italië, waar het toe behoort. Ook dichter bij Tunesië dan bij Malta. En heeft dat een constitutie? Ik bedoelde eigenlijk met constitutie mijzelf en u, ons allemaal, aan het denken te zetten over wat het betekent als we spreken over de constitutie van een land, van een gebied. We denken als juristen natuurlijk heel snel aan een document, eventueel aangevuld met tradities en interpretaties, waarin de uitgangspunten van een staatsbestel zijn neergelegd. Dat is ook de taak die ik te behartigen heb als hoogleraar aan Tilburg University, om het constitutionele recht van Nederland en van de Europese Unie te bestuderen en daar onderzoek naar te doen. Maar een constitutie, een document waarin de verhouding tussen de burgers en de staatsorganen zijn beschreven, is niet iets dat out of the blue wordt geschreven. Dat heeft een traditie, het heeft omstandigheden, het heeft te maken met de relatie tussen de mensen die in een bepaald gebied wonen en het type gebied waar ze wonen. De sociale en economische omstandigheden, de geografie ook. En de constitutie van een eiland is anders dan van een land dat ligt aan de delta die in de Noordzee uitmondt en uitnodigt tot handel en internationale betrekkingen. De constitutie van een afgesloten gebied is ook anders. Het ligt er ook aan wie naar dat gebied zijn toegegaan. En er is misschien afgezien van één plekje in Afrika waar ooit de oervoorouders van de mensheid hebben gewoond en kinderen hebben gekregen, is er geen enkel deel van de wereld waar mensen niet ooit in hun voorgeslacht migrerend naartoe zijn gegaan. En dat is een ontwikkeling in de 21ste eeuw die doorgaat. En daar hoort ook bij wat zich op Lampedusa afspeelt. Een klein eiland waar die 6000 mensen waarschijnlijk ook het verlangen hebben om wat aan het toerisme op hun mooie stranden te verdienen en verder in rust en welvaart als Italiaanse staatsburgers en dus Europese burgers te leven en die geconfronteerd worden met inmiddels een toestroom, zo noemt men dat, ik zeg het woord met wat aarzeling, want we hebben het over mensen, met de aankomst van tienduizenden mensen per jaar die op zoek gaan naar een veiliger toekomst, een betere toekomst voor henzelf en voor hun kinderen. Als we dat onder ogen zien, dan is zo'n eiland niet gedefinieerd enkel door de woorden van de Italiaanse constitutie.
maar doen zich daar constitutionele vragen voor die te maken hebben met de ligging en met de geschiedenis en met de realiteit dat mensen altijd op zoek gaan naar een veiliger, een betere, een meer hoopvolle toekomst voor henzelf en voor hun kinderen. Paus Franciscus heeft onlangs nog gezegd, toen hij het Europese parlement toesprak, dat de Middellandse Zee niet een grote begraafplaats, niet een groot graf mag worden voor al degenen die op weg gaan van Afrika naar Europa op zoek naar veiligheid en een betere toekomst. En tegelijkertijd weten we, en dat is iets dat we in de eerlijkheid van het spreken over de Constitutie ook moeten onderkennen, dat er geen simpele antwoorden zijn op die situatie waarin zoveel mensen op zoek gaan naar veiligheid en een betere toekomst. In Nederland, maar ook in andere landen, wordt gesproken over het draagvlak voor migratie. En dat is een reëel vraagstuk. Toen ik hier stond als woordvoerder van mijn fractie, of daar stond bij het bespreken tot in het laatste jaar toe dat ik een politieke functie vervulde van wetsvoorstellen die betrekking hebben op migratie, heb ik me ook altijd geprobeerd te realiseren dat er geen simpele antwoorden zijn op dit soort vraagstukken. We hadden het over een strikt maar humaan migratiebeleid. We weten dat wanneer er een onbeperkte toelating zou zijn tot een land, dat dat dan zo ontwrichtend zou worden dat het gevoel van veiligheid, de ervaring van veiligheid, snel zou verdwijnen voor de mensen die hier wonen en op den duur ook voor de mensen die hier aankomen. En we weten tegelijkertijd dat het antwoord ook niet mag zijn dat er alleen maar hekken en muren worden opgetrokken en mensen in strijd trouwens met de verdragen waaraan we gebonden zijn over de bescherming van vluchtelingen en rechten van de mens worden teruggestuurd naar een situatie waarin hun foltering de dood en ellende wacht. En dus moeten we ons realiseren dat een onderwerp als het aankomen van mensen in grote aantal op Lampedusa en in andere gebieden, ook in de Bosporus zijn onlangs vele mensen verdronken, dat daarop antwoorden worden gegeven die niet mogen worden gegeven. Ik ga u dus ook niet voortoveren dat ik een oplossing heb voor de problemen, dat ik een ideale constitutie uit de mouw kan toveren voor de vraagstukken die zich op dit terrein voordoen. Ik denk zelfs dat dat hoort bij een goed constitutioneel denken om ons te realiseren dat het altijd het zoeken van een weg is die rekening houdt met de sociale, economische en historische gegevenissen, de geografie van een gebied, maar eerst en vooral met de aanspraak van ieder mens op een leven in waardigheid en een toekomst waarin het recht hem of haar beschermt. En in dat zoeken en tasten zijn er rondom wat zich afspeelt op Lampedusa en andere gebieden in de Middellandse Zee, don'ts en do's. Er zijn dingen die we niet mogen doen en er zijn dingen die we wel kunnen doen in het besef dat een simpele oplossing niet gegeven is. Je mag niet mensen laten verdrinken terwijl je toekijkt. En de mensen die bij Frontex werken zeggen ook van zichzelf, en het is reëel, dat ze dat eigenlijk zien als hun belangrijkste taak om te voorkomen dat er mensen verdrinken en de dood tegemoet gaan. Ze weten tegelijkertijd dat ze een taak hebben in de bewaking van grenzen. Dat is een van de don'ts. Laat mensen niet verdrinken. Stuur ze niet terug naar een situatie waarin ze foltering, ellende en de dood wacht. Het verbod van refoulement dat in de verdragen is vastgelegd. Maar ook, laten we niet zo gemakkelijk over de aankomst van grote aantallen mensen spreken, dat de samenlevingen van aankomst worden ontwricht. En dat krachten, denk aan wat zich nu in de Franse politiek afspreekt, tenslotte er een programma van maken om de grenzen te sluiten, omdat niet op een verstandige manier is gereageerd op de aankomst van mensen. Er zijn dus ook do's, dingen die we wel moeten doen. En daartoe behoort dus het respecteren van de verplichtingen die we hebben op grond van het vluchtelingenverdrag, om een behoorlijke procedure in te richten. Om die niet te lang te laten duren. Om zoveel mogelijk ook te zien of er perspectieven op terugkeer zijn. Maar ook om ons te realiseren dat als mensen langer dan de maximumperiode van tijdelijke bescherming die een Europese richtlijn uit 2001 kent, 2 jaar,
in een land verblijven, dat er dan een situatie ontstaat waarin je mensen niet jarenlang, terwijl ze al kinderen gekregen hebben die in dat andere land zijn opgegroeid, in onzekerheid mag laten over wat hun toekomst is. Dus een behoorlijk en fair antwoord hoort ook de to-do's ervan. En als ik denk aan de situatie in Syrië, dan moeten we ons ook realiseren dat er miljoenen vluchtelingen zijn in de buurlanden van Syrië. Dat er in de Libanon, een land met 4 miljoen inwoners, inmiddels 1 miljoen vluchtelingen uit Syrië zijn. In Nederland komen inmiddels duizenden mensen aan die vluchtelingen uit asielzoekers uit Syrië zijn. Er zijn ook 250 uitgenodigde vluchtelingen per jaar, waar Nederland de helpende hand biedt aan de UNHCR. Er is al vele malen gepleit om dat ruimer te stellen dan die 250 mensen per jaar van uitgenodigde vluchtelingen. De uitgenodigde vluchtelingen die worden voorgedragen door de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties zijn mensen die soms door gezondheidsomstandigheden, soms omdat ze voortkomen uit een huwelijk hebben uit, van mensen uit twee bevolkingsgroepen in het land van vervolging, dus nergens een veilige toekomst hebben. 250 is wel erg weinig, ook in vergelijking met andere landen die een bijzonder programma voor Syrische vluchtelingen hebben. En dan kom ik terug bij onze taak om, of we nu constitutionalist zijn, of politicus, of jurist, of gewoon staatsburger, ook te laten denken over dat spanningsveld waarin zich een constitutie ontwikkelt. Dan wordt er soms gesproken over het draagvlak, en terecht. Want op het moment dat je in een land, denk aan de situatie in Libanon, zoveel mensen moet ontvangen, dat er een ontwrichting van het maatschappelijk leven zich afspeelt, dan doe je ook niet het best mogelijke. Hoewel, voor de Libanon is er geen alternatief. Zou een politicus, een jurist, een burger die zich bezighoudt met het draagvlak, niet ook tot taak moeten stellen om het draagvlak te verbeteren, te versterken, de constitutie te ontwikkelen? Met deze vraag sluit ik af een bijdrage aan een meningsvorming die niet afgesloten kan worden. En ook constitutionalisten hebben soms vragen zonder dat ze pasklare oplossingen kunnen aantrekken. Dank u wel, de Does en Don'ts van Lampedusa en op andere plekken op de wereld. Wie mag ik het woord geven? De interruptiemicrofoon is hier. Professor Balin, dank u wel. Mijn naam is Alad Altena. Ik ben buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden. Als ik even, en dan is het knopje wat moeilijk, een citaat erin mag gooien, wat volgens mij wel goed aansluit bij wat u net zei. Aristoteles zei in zijn Politica: a city is made morally good by manners and culture and laws. Een van de grote punten die ik haal uit uw verhaal is dat wij altijd het debat moeten blijven voeren over de constitutie. Niet alleen wat staat er, maar waarom staat het er en is het ook goed wat er staat. En om aan te sluiten op wat u zei, er zijn daarbij geen pasklare antwoorden. Maar volgens mij, en dat past ook wel in deze dag, is er wel één antwoord waar we sterk over na moeten denken, namelijk waar voeren wij dat debat? Wij zijn hier vandaag bijeen in een politieke zaal, waar meestal politici zitten. U bent er zelf mee geweest, de voorzitter zei het ook al. U zei vroeger, ging het om wat mijn fractie vond, ik rand over zijn maak het niet te lang. Het debat wordt doorgaans gevoerd door politici. En juristen stellen zich daarbij heel terughoudend op. Wij kijken naar wat staat er in de wet. Hoe heeft de wetgever het bedoeld? Maar niet zozeer is het goed wat de wetgever bedoelt. Wij schrijven descriptief, maar minder moreel. Ligt voor u niet een antwoord in het feit dat wij als juristen die handschoen meer oppakken en ook meer zelf die vraag stellen, waarom doen wij dingen? En daarin niet alleen kijken naar wat de wetgever doet, maar ook daar zelf meer ons oordeel aan geven. Dank u wel. Juristen hebben daar zeker een taak. Alle burgers hebben een taak. Ik zei net in mijn inleiding voor ons gesprek, politici, constitutionalisten, andere juristen, burgers. En wanneer ik deze dingen ter sprake breng, voel ik me allereerst burger van dit land, van dit politieke bestel, van deze samenleving. Aristoteles heeft dat ook goed gezien. Volgens mij schreef hij dat niet in het Engels, maar in het Grieks. Maar afgezien daarvan was het citaat geheel betrouwbaar. En wij moeten ons dus ook altijd realiseren wat hij omschreef als de phronesis, de verstandigheid, de politieke verstandigheid ook, dat het ons zelf verhouden is
Totdat wat ik de constitutie van Lampedusa bijvoorbeeld noemde, de constitutie van Nederland, die niet alleen bepaald wordt door dat document, maar door de manier waarop wij dat interpreteren en herinterpreteren en op die manier voor recht en samenleving nieuwe wegen zoeken. Zie de tekst op de boeklegger van www.nederlandrechtsstaat.nl. Professor Wallin, dank u wel. Mijn naam is Marloes Vrolijk en ik heb een vraag over, want u zegt dat er vele constitutionele vragen bij u spelen over dit onderwerp. En ik vroeg me af of u meer voorbeelden kan geven van deze constitutionele vragen. Oh ja, hoeveel tijd hebben we nog? We komen ze eigenlijk voortdurend en in alle dag tegen. Er zijn nu bijvoorbeeld nieuwe vragen over de enorme toegankelijkheid van grote hoeveelheden ongeordende gegevens. En ook daar heb je soms spanningsvelden die zich niet op één noemer laten brengen. Het Google-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het accent erop gelegd dat je mensen niet levenslang mag geven op basis van gegevens die altijd weer toegankelijk worden gemaakt. En tegelijkertijd zijn er vragen over de vrijheid van het politieke debat. En dat bepaalt nu mede de discussie over de uitwerking van die constitutionele principes die in het handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn neergelegd. Er zijn vragen over de mate waarin je preventie mag laten voorgaan op het bestraffend optreden. Ik denk dat dat goed is. Ik heb daar op deze plaats ook over gesproken. Een straf die alleen maar straf is en een afrekening is, maar niet ook rekening houdt met de noodzaak om mensen wederom een plaats te geven in de samenleving. Die verbinding van die twee is een reden om vroeg te kijken naar tekenen van komend crimineel gedrag. En dan hoeven we niet eens alleen aan terroristisch misdrijf te krijgen. Denken, kun je ook aan overlast denken. Maar hoe ver mag daarbij de preventieve autoriteit doordringen in de privésfeer van het betrokken gezin bijvoorbeeld? In al die vragen moeten wij als constitutionalisten, als degene die politici zijn of waren of het willen worden, de weg vinden, als burgers van dit land de weg vinden in een spanningsveld en daarover het gesprek proberen eerlijk ter zake te voeren en met één criterium, het gaat altijd om mensen en dus om de menselijke waardigheid. Tevreden met het antwoord? Nou, ik was wel benieuwd naar constitutionele vragen over precies het onderwerp waarover u sprak. Dus over de constitutie van Lampedusa. Maar dan dat wordt misschien te... Ik probeer andere constitutionele vragen op te roepen. Ja. Bij Lampedusa is er één constitutionele vraag die ik nog niet heb genoemd. Want ik heb er een paar wel genoemd. Ook de vragen over rechten van de mens, bescherming van vluchtelingen en dergelijke zijn dat soort vragen. Een heel lastige constitutionele vraag is waar de verantwoordelijkheid van een staat voor de behandeling van asielverzoeken begint. Is dat op het moment dat men de grens overschreden heeft, op het moment dat de grens nadert? Of kan er ook nog op het moment dat iemand aan boord is gekomen van een schip dat de vlag voert van een staat die daar rechtsmacht heeft, worden gezegd, u bent dit land niet binnengegaan? Dat zijn constitutionele vragen die betrekking hebben op het geldingsbereik van de constitutie. Dank u wel. We hebben nog tijd voor één laatste vraag. Wie mag ik het woord geven? En als die heel kort is, dan kom je ook nog aan de beurt. Dank u wel, professor Wallin. Mijn naam is Remco van Doren en ik studeer aan de Universiteit van Tilburg. U sprak zojuist over de verantwoordelijkheid van landen, van Europese landen, om ook dit migratieprobleem op te lossen. Daar is misschien een rol voor de Europese Unie ook hier in weggelegd over de verantwoordelijkheid om dat samen met de landen aan te pakken. Maar ook om daar eventueel in de landen waar nu oorlog is en waar veel terrorisme plaatsvindt, om daar ook de oorzaken aan te pakken. Wat zou uw advies zijn aan ons om te zeggen van nou moet de Europese Unie een taak op zich nemen om juist daar de onrust te verminderen of ook hier het migratieprobleem met landen op te lossen? Ja, het woord oplossen probeer ik eigenlijk te vermijden. Want ik denk dat we dan een illusie najagen. Als we zouden zeggen, hier vanmiddag, op deze middag in Den Haag, hebben we de oplossing bedacht voor het grote aantal mensen in het verschrikkelijk door oorlog en leed en allerlei kwellingen en wreedheden geteisterde land Syrië of andere landen. Denk ook aan Eritrea en andere landen in Afrika. Dus een oplossing
hebben wij niet onderhand bereik. We weten wel dat er dingen zijn die we niet mogen doen. Mensen laten verdrinken, mensen terugsturen naar die situatie van onveiligheid. Er zijn dingen die we wel mogen doen. En als we ze mogen doen, dan moeten we ze eigenlijk ook doen, zo goed en zo kwaad als we dat kunnen. En natuurlijk ook in het besef van beperkte middelen. Maar daartoe behoort zeker ook dat we het bevorderen van de internationale rechtsorde, dat in onze grondwet als verplichting is opgenomen, niet alleen opvatten als het werken aan verdragen, maar ook aan het verbeteren van de werkelijke verhoudingen in landen waar mensen zulke ellende ontmoeten, waar zo weinig perspectief is voor hun leven. En dat is in mijn overtuiging, ik zeg dat ook in colleges die ik geef over rechten van de mensen in Amsterdam, dat is eigenlijk de betekenis van rechten van de mens geworden. Sommige uitspraken die jullie bestuderen, omdat wij zeggen dat we ze moeten bestuderen, gaan nog steeds over een statische situatie, over de vraag of er mag worden, of er een aanplakverbod rechtmatig is in een bepaalde gemeente en dergelijke. Maar als je kijkt naar de reële problemen van de rechten van de mens in onze tijd, nationaal, Europees, internationaal, dan gaat het over de levensprojecten van mensen. Over mensen die voor zichzelf en voor hun kinderen een betere toekomst zoeken. Over onderwijs, over gezondheidszorg, daarom ook zoveel over migratie. En over de vrijheid om deel te nemen aan het politieke debat als burgers van een samenleving waarin ze thuis zijn. Ja, je had dezelfde vraag. Nou, dan mag je meneer Heersbalien danken voor het antwoord. Hartelijk dank voor het antwoord. En dat doen wij met z'n allen. Dank u wel, professor Ernst Heersbalien.